Ja, Donnie, allereerst, hoe bevalt het hier bij de club? Ja, zeker, zeker prima. Ik moet zeggen dat ik een warm welkom heb gehad. En ja, leuke groep, Deventer een leuke stad. En Go Ahead is natuurlijk gewoon een fantastische club om voor te mogen spelen. Deventer een leuke stad? Ja, gezellige mensen, heel warmhartig moet ik zeggen. En ja, iets anders dan in het Westen. Ja, en de overstap van Eagles naar Telstar, die was voor sommigen nogal verrassend. Hoe heb je dat zelf ervaren? Nou ja, ik heb altijd gezegd, als ik Telstar verlaat, wil ik naar een top 6 club. Nou, Go Ahead is gewoon een top 6 club. Dus nou, ik denk dat de mensen uit mijn omgeving dat wel zagen zien aankomen. Dus ja, in die zin niet helemaal verrast. Ik was natuurlijk transfervrij en daarom snap ik op zich de keuze wel. En hoe ben je destijds, want je bent nu een maandje of twee, gok ik, ontvangen door de groep? Ja, ik had eigenlijk wel geluk dat er heel veel nieuwe spelers waren. In het begin dacht ik dat dat wel lastig zou zijn om in de groep te kunnen komen. Maar ja, er was totaal geen groepvorming, is er ook nu helemaal niet echt een hele goede groep. En dat merkte ik ook toen ik hier aankwam, ik was gelijk onderdeel. Ja, dan gaan we even over naar een, ja, misschien wel een minpuntje van tot nu toe. Leeuwarden, ja. Twee penalties, twee gele kaarten. Ja, hoe voelt zoiets? Ja, helemaal kut. Ja, dat is gewoon zwaar kloten. Ik kan wel zeggen dat dat een beetje een diepe teleurstelling is, het dieptepunt vanuit mijn carrière tot nu toe. Maar goed, ja, hetgeen wat je dan kan doen is doorgaan met hetgeen wat je daarvoor altijd gedaan hebt. En laten zien dat het dan een incidentje is. Dus daar zijn we nu mee bezig. En hoe wordt zoiets geëvalueerd? Nou ja, eigenlijk hoeft dat niet eens meer geëvalueerd te worden. Het is heel logisch wat ik daar fout doe. Dus ja, je wordt daar gelijk voor gesteld dat je natuurlijk de wedstrijd daarna niet mag spelen. En ja, verder worden de beelden nogmaals laten zien, net als elk andere wedstrijd. Dus niet echt iets bijzonders. Ja, de wedstrijd daarna mocht je niet spelen. De wedstrijd daarna wel. Ja. Rechtsback, nieuw voor je? In de laatste oefenwedstrijd speelde ik natuurlijk ook rechtsback, want Wout viel toen ook al uit met een knieblessure. Dus voor mij was het niet helemaal nieuw. Mijn eigen positie is natuurlijk wel centraal, zowel links of als rechts. En, maar goed, ik had, wat ik al zei, in de voorbereiding dan een wedstrijd op rechtsback gespeeld. Dus in die zin had ik het al wel een klein beetje zien aankomen dat ik dan op die positie terecht zou komen. Ja, één laatste vraag. Rechtsback, is dat een beetje de nieuwe positie waar je moet focussen of is het puur gewoon ook alleen centraal verdedigend? Nou ja, zoals je weet is er vandaag een nieuwe jongen die is gekomen en die is natuurlijk gehaald voor de rechtsback. Toen ik hier werd gehaald, werd ook aangegeven tegen mij dat ik me gewoon moet focussen op eventueel links of rechts centraal. Dus nu de rechtspositie weer is ingevuld, zal dat gewoon weer hetzelfde zijn. En mocht hij ooit een keer geblesseerd zijn en ze hebben me daar nodig, zal ik daar natuurlijk gewoon staan. Maar ja, in principe moet ik me gewoon richten op de centrale positie. Laatste vraag, zaterdag Excelsior thuis, een topper in de keukenkampioendivisie. Wat verwacht je? Nou ja, wij zijn thuis supersterk natuurlijk met het publiek erbij. Dat is een extra pluspunt voor ons. In de voorbereiding hebben wij natuurlijk tegen Excelsior gespeeld. Dat is weliswaar een voorbereiding. Ook andere tegenstander, andere spelers die dan dat moment spelen. Ja, toen hebben we wel een prima potje gespeeld. Ik denk dat het een hele lastige wedstrijd gaat worden. Die we met 2-1 over de streep gaan trekken. Dit is er één voor de toodootje. Dit is er één voor de toodootje, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Allereerst, wie is Jente Mertens? Jente Mertens is een jongen die in oktober 20 jaar wordt. Uit België. Ik kom van Oud-Heverlee-Leuven. Ik woon in Genk in België. En ik ben er hier gekomen als rechtsbak. Rechtsachter. En iemand met ambitie om Go Ahead Eagles misschien wel te helpen om een stapje hoger op te kunnen maken. En hoe ga je dat doen? Wat zijn je kwaliteiten? Mijn kwaliteiten zijn vooral, denk ik, het volume. Wel voetballend vermogen. Eerst en vooral als rechtsachter denk ik dat je moet zorgen dat je geen golen binnenkrijgt. En alles wat naar voren gaat is bonus. Maar ik denk dat het volume en voetballende kwaliteiten wel mijn kwaliteiten zijn. Ja. Want wat brengt jou eigenlijk in Deventer? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik een week geleden hoorde dat er contact is geweest tussen mijn zaakwaarnemer en de club. En toen ik hoorde van de club, op voorhand had ik eigenlijk wel al filmpjes gezien en gehoord dat deze club
tot een van de grootste clubs in de keukenkampioendivisie behoort. En als je dan dit stadion ziet en die supporters die iedere thuiswedstrijd het volle van zichzelf geven, dan was de keuze snel gemaakt. En zat jouw tijd erop in Leuven of wilde je zelf graag? Mijn tijd zat er niet op, maar ik heb gekozen om hopelijk speelgelegenheid te krijgen. Ik denk dat ik op mijn leeftijd ben gekomen dat je speelgelegenheid moet krijgen en moet nemen. En die vooruitzichten had ik in Leuven niet. En daarom heb ik ervoor gekozen om daar te vertrekken. Waarom moet de trainer jou straks opstellen? Waarom kan die straks niet om jou heen? Ja, dat is misschien een keuze die aan hem beter, een vraag die aan hem beter stelt. Maar ik hoop gewoon dat het goed gaat gaan. En dat ik in de ploeg kom en dat we samen met heel de groep hier iets moois kunnen neerzetten. Ben je goed ontvangen door de groep? Ja, heel goed. Ik moet zeggen, echte Nederlandse mentaliteit. Gewoon zeggen wat je denkt. En iedereen zei goeiedag. En dat zal nog wel loslopen, denk ik. Maar wel heel goed ontvangen. Is een leuke groep. Straks Excelsior thuis. Wat denk je ervan? Wat hoop je? Ja, ik denk toch dat het omschreven wordt als een topper in deze competitie. Dus ik hoop dat er veel volk gaat zijn. En we gaan het beste van onszelf geven. En dan zien waar we uitkomen.